De rechtbank Overijssel heeft vandaag 12 verdachten veroordeeld voor een betrokkenheid bij internationale grootschalige drugshandel, witwassen en het voorbereiden van aanslagen op Satudara. Het gaat om twee onderzoeken, het onderzoek Liechtenstein en het onderzoek Metaal. Deze onderzoeken zijn voortgekomen uit een ander onderzoek waarbij de politie kon meelezen in de cryptotelefoons van de verdachten. De zes verdachten in het onderzoek Metaal zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de grootschalige drugshandel en het witwassen via bitcoins. Zo werd bijvoorbeeld in een pand in Emmen 53 kilo aan amfetamine gevonden. De bestellingen voor de harddrugs kwamen van over de hele wereld en werden gewoon via de post verstuurd. Vier verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar, één verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor het smokkelen en de zesde verdachte krijgt een taakstraf voor zijn rol bij het witwassen. Ook in het onderzoek Liechtenstein gaat het om grootschalige internationale drugshandel en het witwassen via bitcoins. De bestellingen kwamen binnen via darkweb van over de hele wereld, van Zweden tot Australië. Ze werden verwerkt vanuit een drugspand in Enschede en per post verzonden. Toen de politie daar binnenviel, zijn grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen. Wat er in dit onderzoek nog bij komt, is dat twee verdachten zijn veroordeeld voor het voorbereiden van aanslagen op motorclub Satudara. Zij dachten dat de motorclub verantwoordelijk was voor het lekken naar de politie, wat heeft geleid tot de inval door de politie. Vijf van de zes verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van 5 tot 8 jaar. En één verdachte veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij het witwassen.